Een eeuw geleden startte het Noord-Hollandse Beozade als pionier in de zaadveredeling van kool, wortelen en uien. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een wereldspeler dat hoogwaardig zaad veredelt van ruim 1000 rassen, verdeeld over 50 gewassen. We nemen een kijkje in de keuken van de Limburgse vestiging in Kessel. Hier wordt door Wil Strauss en zijn team gewerkt aan de beste asperge, prei en courgette van de toekomst. Het werken met de natuur zit hen letterlijk in de genen. Dit zijn courgetteplanten. Hier maken wij diverse inteelten in deze kas. Een courgette heeft mannelijke en vrouwelijke bloemen. De mannelijke bloemen staan op een stengel. En de vrouwelijke bloemen staan op het vruchtje. In principe heel gemakkelijk. Deze worden allemaal met de hand bestoven. We halen het blaadje er vanaf. En we stoppen hem gewoon in de vrouwelijke bloem op het stampertje. En op zich wordt hij dan dichtgemaakt. Blijft hij aan de vrucht hangen. Komt een nummertje eraan. Waarna ze allemaal geoogst worden en we laten in iedere plant laten we één grote vrucht groeien. En die wordt dan geoogst, handmatig geoogst en handmatig ook wordt het zaad eruit gehaald. Waarna het zaad wordt gedroogd en volgend jaar wordt gebruikt of voor kruisingen of om te kijken van zitten de eigenschappen erin die wij willen hebben. We werken voor een groot gedeelte voor de uitvoerende werkzaamheden met Poolse uitzendkrachten. En daarnaast werken we dan met een groot gedeelte met AB-mensen. Die zijn voor het kwalitatief secuurdere werk. En ook voor het aansturen vaak van kleine groepen Poolse mensen. En daar zijn ook enkele AB-mensen in doorgegroeid. Vanuit AB zijn ze vervast bij BO gekomen. Een goede medewerker die heeft enthousiasme, die heeft passie voor zijn werk. Die vindt belangrijk dat hij een goed kwalitatief werk aflevert. En die heb je nodig. Wij kunnen nog zo hard rennen, als de groep niet meerent, dan houdt het op. Je bent afhankelijk van de kwaliteit van je mensen. Ja, dit is eigenlijk het hart van het bedrijf hier. Hier is de bemesting unit, de substraatruimte. Nou, wij zitten hier met verschillende gewassen die ook een specifieke bemestingsbehoefte nodig hebben. Vandaar dat het is gekozen voor 3 units. Ieder unit kan uit de aparte mesbakken die je hier achterin ziet, kan die aparte voeding uit meezuigen. We geven in de computer dan in zoveel van dat en dat meenemen naar de plant toe. En dan komt het met druppelaren bij de plant. Via het druppelsysteem komt het in het substraat terecht. Dit zijn diverse kleine proefkruisingen van prei. In deze ruimte staat 1 vader en hier staan tientallen moederlijnen in. En hier wordt een combinatie gemaakt tussen 1 vader en al die moederlijnen die we volgend jaar gaan beproeven of die aan de eigenschappen beschikken wat wij denken dat eruit moet komen. Dit is al een tweede fase. De eerste fase hebben deze al doorstaan. En in de tweede fase worden ze veel breder uitgezet op veel meer proefvelden, op meerdere grondsoorten, diverse omstandigheden, verschillende jaargetijden. Of het een vroege is, of een late, of een zomerprei. Dat heeft er allemaal mee te maken. Al deze afdelingen zijn hermetisch gescheiden van elkaar. We hebben geen enkele doorvoer door het glas. Alles komt ondergronds binnen. Zelfs het condens wordt nog ondergronds afgevoerd. De condensgoten zijn gescheiden, dat we geen kruisbestuiving kunnen krijgen. Want iedere afdeling heeft een andere vader staan. Je mag zoveel moeders zetten als je wil, maar je mag maar 1 vader gebruiken. Anders krijg je kruisbestuiving. En dat is uit en boze. Dit zijn allemaal proefkruisingen die we vorig jaar in de kas gemaakt hebben. En we moeten nu gaan testen of de genetische eigenschappen ook die zijn die wat wij voor ogen hadden toen we deze kruising gingen maken. Dus dat kan zijn opbrengst, dikte, schachtlengte, bladstand, kleur, maar ook bewaarbaarheid, smaak, hoe goed dat die schoon te maken is, zijn allemaal belangrijke eigenschappen voor nieuwe te ontwikkelen rassen. Het moet altijd een toegevoegde waarde zijn. Je hebt verschillende jaren nodig om honderden proefkruisingen te maken. Als je uit die honderden proefkruisingen er een paar uit kunt halen en je maakt testhybrides, die ga je uittesten in de verschillende klimaatzones waar die hybrides voor bedoeld zijn. En daarna begin je pas met het opzetten van de zaadproductie. En dan ben je minimaal 10, 12 jaar verder. En dan moet alles goed gaan ook nog.